Een rijke gevangene heeft spectaculaire foto's nodig. Wow, wat een geld. Oh. Nick kreeg wat hij wilde. Hoe heerlijk is het? Nu wacht de rijke kerel een rijk gevangenisleven. Ross is ook betrokken bij de fotoshoot. Kartonnen eten? Interessant. Misschien had hij het moeten wegspoelen? Blut zijn is niet cool. Rijke Nick is gewend aan de aandacht. Hij zal niet hongerig blijven. Geld lost alles op. De voedselbezorgingsdienst van de gevangenis in actie. Wauw, Ross heeft een goktoernooi. En een zeer gewelddadige fantasie. Wie zal dit spel winnen? De intensiteit van de passies neemt toe. Wauw, die brakke vent verloor letterlijk zijn zelfbeheersing. Nou, wie is wie? De spelers zijn vastbesloten. Hier komt de winnaar. Vreemd genoeg, maar dit is Ross. Voorspelbaar. Een zoete beloning voor de creatieve bedelaar. Dat is wat er gebeurt als je aan jezelf verliest. Ontsnappen uit de gevangenis is niet makkelijk. Zeker niet als de directeur rondloopt. Echter, agent is niet in de stemming voor bewaking. Poppet Sessie leidt af van het werk. En wat als hij een nieuw ding aan zijn garderobe toevoegt? Precies, met deze korte broek hoeft hij niet te ontsnappen. Met geld kan je geen spieren kopen. Nick doet zijn best. Wat is de rijke zwakkeling van plan? Zoete motivatie voor stalen spieren. Dat is geweldig. Ross heeft al trainingstijd. We kunnen betere sportstrategie heroverwegen. Misschien heeft hij ook iets zoets gekregen? Oh, wat doet dat pijn. Er was geen haast bij. Een gebroken tand is een plezier voor een tandarts. Zelfs interessant speelgoed kan vervelend zijn. Oh, wees voorzichtig. En schieten is niet ver weg. Uitstekende anti-stress effect. Iemand is serieus slaperig. Wat een outfit! Dit is geen schande om naar het strand te gaan. En geen opwinding. Nou, wat is een volk? We zullen hem geen goede nachtrust geven. Nick is niet alleen een rijke gevangene, maar ook een super streamer. Wauw, donaties zijn aangekomen. De ondersteuning van de bewaker is echt nodig. Hoe regel je een gevangenisoptreden? Geen probleem als er geld is. Deze gast geeft betoverende dansoptredens weg voor geld. Het is belachelijk, maar hij krijgt likes. Ross wil ook streamen. De stream is live, maar niet zijn armen. De connectie is ook verloren. Met de directeur zal het beeld zeker beter worden. Zal hij worden overtuigd? Nee, deze superveel eisende danser doet het niet gratis. Tenzij het is om de onbeschaamde gevangenen te straffen. Wauw, Ross' volgers vinden dit leuk. Nick verveelt zich weer. Dat gebeurt er als je tussen vier muren zit. Cool. Bewaker kwam er met entertainment voor de rijke kerel. Maar er ging niets mis. Het is gewoon dat de gouden jongen in de verkeerde richting bewoog. Wat een geluk. Het is goed dat de rijke kerel krom slaat. Deze voorraad snoepjes zal Ross nog lang bijblijven. Of niet? Arme jongen was er vroeg bij. Zijn geluk keerde zich weer tegen hem. En hij bracht een bewaker mee. Nick is een echte fan van American football. Wat een spannende wedstrijd. Het is dringend aan. Hotdog snack. Eigenlijk perfect. Onbeschofte bewaker staat daar. Wat een doelpunt. Hoe is het met Ross? Alles is stabiel. Arme kerel heeft een budget entertainment. Zelfs de koningin van Engeland zal jaloers zijn op zo'n theekransje. Oh, geweldig. En Ross had een beetje geluk. Rijkdom moet veilig verborgen zijn. Wat zijn de waterbehandelingen? Arme kerel weet veel over drank. T-shirt. Alles wat geniaal is, is simpel en zuinig. Stijlvol.
Er zal geen spoor van dorst overblijven. Gouden jongen Nick is een genadeloze Haribo-beervernietiger. Hoeveel heeft hij er? De bewaker vermoedde dat er iets mis was. Arme Ros is terug in het zicht van de politie. Wow, een celonderzoek? Dit is ernstig. Wat een volhardende bloedhondagent. Er is hier de reden voor alle bedelaarsproblemen. Een echte modeslachtoffer. Ugh, wat een verschrikkelijke geur. Iemand is al lang niet meer onder de douche geweest. Wat dacht je van een lichaamsverfrisser? Een sluwe bewaker staat altijd klaar om te helpen. Uiteindelijk had hij blut geluk. Maar het is niet zo eenvoudig. Hé, hey, wat is dat charmante deuntje? In meneer Ross, meer vertrouwen. In de gevangenis twee keer zo snel. Nog een verrassing voor Nick is klaar. Bewaker deed zijn best. Wauw, een Franse geur voor een elite gevangene? Nee, nee. Het geschenk is origineler dan het op het eerste gezicht lijkt. Zoete kauwen zullen het waarderen. De kieskeurige Nick is moeilijk te behagen. Nee, nee, dat is het niet. Hier is het droomrooster. Geen geld wordt gespaard voor zoiets. Arme Ros is ook in de greep van de keuze. Het aanbod is groot, de portemonnee is klein. Ja, iedereen droomt van zo'n hygiënisch product. Bedelaar vergat waarom hij naar het toilet kwam. Een normale dag in de gevangenis was geen slecht teken. Tot Ros een beetje kaler werd. Wat voor kappersexperimenten. Deze plek ruikt naar zwarte magie. Gouden jongen Nick en zijn voedoepop zijn klaar voor plezier. Eerst een sessie van ondraaglijk kietelen. Dan schijnacrobatische sketches. Hé, dat doet pijn! Wie is hier? Is de meme-speler een loser? De rijke kerel is een manipulator. Het uur van de afrekening is gekomen. Ros vergeet geen beledigingen. Een voeroe broodpop zal gerechtigheid herstellen. De blutte slaat terug. Dappere keuze van de tegenstander. Een paar simpele bewegingen en de bewaker zit gevangen in een magische val. Belachelijke poging om een donut te eten met het oog. Het lijkt op een nerveuze tik. Nick's gevangenisproces is tot een einde gekomen. Golden Boy heeft genoeg van de tralies. Zoals ze zeggen, naar de vrijheid met een zuiver geweten. Had Ros ook geluk? Hij had genoeg van de gevangeniskwelling. Dit is de koffieopstelling. Hij moet nog even zitten. Een getalenteerd persoon is getalenteerd in alles. Bewaker is de meester van de borstel. Hé, wat dacht je van een make-up masterclass? Maar natuurlijk, hoe bekijk je een miljonair gevangene? Wow, fantastische schoonheid. Alles kan gemaakt worden. Nou, dat is het. Niet weer. Meester Rachel is verloren, maar ze geeft niet op. Goed, dat is hoe het meteen moet. Arme Ellie is niet gewend aan verveling. En waarom? Een paar kleine bewegingen en de bedelaar werd een beetje mooier. Niemand kan zo'n schoonheid weerstaan. En wat een glimlach. Patty weet veel over educatie en training. Maar de bewaking vindt het niet erg om extra geld te verdienen. Het belangrijkste is dat de rijke meid gelukkig is. Waarom de ontevredenheid? Soepele overgang naar massagetherapie. Het leven is zo oneerlijk. Maar dat is geen reden om ontmoedigd te zijn. Supercreatieve permanent therapie in actie. Maar het resultaat blijft maar een paar seconden.